Ik ben weer terug in Den Haag. Op het kantoor van Nogepa. Met bij mij Ilona Velsboer en Aart Takema. We zitten hier omdat er vandaag een workshop was. Met internationale experts. Wat voor workshop was dit, Aart? Ja, we hebben dus het resultaat van TNO gekregen. Die hebben een rapport opgeleverd over het onderzoek. Het rapport. Ja. Nou, dat hebben we besproken samen met twee universiteiten uit Engeland, het Environmental Defense Fund, Nederlandse overheden, KNMI. Daar hebben we dus het resultaat hebben aan de orde gehad. Oké, en gelijk ook ervaringen gedeeld, dingen uitgewisseld. Ja, precies, want in Engeland en ook in de Golf van Mexico een soortgelijke activiteiten plaatsgevonden en die informatie hebben we met elkaar gedeeld. Super. Wil ik eventjes terug naar het begin van het begin. Waarom zijn we dit ook alweer gaan doen? Ja, Staatstoezicht heeft ons een brief gestuurd waarin ze ons eigenlijk vroegen om metingen te gaan doen aan onze offshore installaties om te kijken hoeveel methaan wij nou eigenlijk emitteren. Ja. En toen hebben we met TNO gekeken wat kunnen wij eraan doen om die methaanemissies via metingen offshore in beeld te brengen. En hoe kunnen we dan ook een vergelijking maken tussen wat de operator opgeeft, wat hij emitteert op basis van hun emissieregistratie. Mm-hmm. En datgene wat TNO in de praktijk aan emissies heeft gevonden. Een hoop van het onderzoek heb je kunnen zien. We hebben vlogs gemaakt, we hebben gefilmd aan boord. Wat is er nou uitgekomen, Ilona? Nou, een best wel dik rapport. Ja. En met daarin meer dan 50 platforms waar we langs zijn gevaren, waar we nu van een groot aantal de emissie hebben bepaald. Ja. En dat hebben we dus vergeleken met wat de operators hebben gerapporteerd. En komt dat overeen? Nou, dat is dus wisselend. Er zijn een aantal operators die rapporteren meer dan dat wij gemeten hebben, maar ook andersom. Dus een operator zegt dat hij meer uitstoot dan wat hij eigenlijk doet? Ja, dus dat wij nu gemeten hebben. Alleen zit er in onze meting natuurlijk ook gewoon een onzekerheid. Ook omdat het de eerste keer dat we offshore gemeten hebben, dat blijkt dat het niet zo eenvoudig is, niet alles wat we onshore hebben gedaan zomaar te vertalen is naar offshore meten. Wat je op het land doet, op het land heb je ervaring, maar op zee, dat was helemaal nieuw. Eén op één hetzelfde werkt. We hebben eerder al gehoord dat door die inversielaag die er was, dat de uitstoot bovenlangs ging, dat je het helemaal niet kon meten. Maar er zijn dus ook nog andere factoren die een rol spelen bij het meten op zee. Ja. Het is niet alleen maar meteorologisch. Nee. Nou ja, een deel ook meteorologisch, omdat dan de pluim op zee smaller blijft dan op land. Waardoor je model wat je op land gebruikt niet één op één te vertalen is naar wat er op zee gebeurt. Oké. Okay. Daar hebben we al de eerste ontwikkelstappen in gemaakt. Maar dat zou eigenlijk verder uitgewerkt moeten worden. En dezelfde ervaringen die wij hadden op de Noordzee, heeft Aerodyne en EDF in de Golf van Mexico gehad. Mm-hmm. Dus daar gaan we ook nog onze ervaringen uitwisselen en waarschijnlijk nog een vervolgopdracht. Oké, en als je kijkt naar de resultaten, voornamelijk de platforms met het tracergas, waar we het tracergas losgelaten hebben, daar zou je een goede vertaalslag moeten kunnen maken van tracergasuitstoot of wat je meet naar wat er aan methaan uitgestoten wordt. Komt dat overheen? Bij de kleinere platforms wel, alleen bij een aantal grote platforms niet. Daar bleken weer nieuwe issues te zijn. Dat er namelijk niet alleen dus het methaangas uitgestoten wordt, maar er ook gewoon warmtebronnen zijn. De generatoren die een warme pluim omhoog laten gaan, waar dus methaan en CO2 in zit. Je lachgas gaat er langs of het wordt meegenomen. Die interacties die zitten niet in het model, maar die blijken wel echt effect te hebben op de metingen. Waardoor we dus niet één op één de vertaling van je tracergas naar je methaan kunt gebruiken. Ja, dus dat is weer een leerpunt voor de volgende keer. Dat we dat ook mee moeten nemen en daar rekening mee moeten houden. Ja, en met de kleinere, waar je die warmtebron niet hebt, daar ging het wel goed. Ja, dat wat je in het model stopt en wat je meet, komt goed overeen. De onzekerheid is daar veel kleiner. Dan liggen deze data er, Aart. En dan?
wat ga je ermee doen? Ja, we zijn in ieder geval heel blij dat TNO nu op een onafhankelijke manier een werk heeft kunnen doen. Het enige wat wij eigenlijk hebben gedaan is een schip ter beschikking stellen en ervoor zorgen dat TNO hun werk kon doen. Voor de rest hebben wij bij wijze van spreken meegekeken met wat ze deden. We zijn best onder de indruk van het resultaat. Er is heel veel data verzameld. En we zien dat we heel veel meetwaarden hebben. We zien dat we goede conclusies hebben. Maar we zien ook dat we dus een aantal lessen ook in de tweede ronde nog een keer geleerd hebben. En ik vind het ook niet zo gek. Dit was de eerste meetonderzoek op de Noordzee, überhaupt op zee bij offshore installaties. Ik vind het niet zo gek dat we dan opnieuw zaken leren die we dus voor de toekomst mee kunnen nemen op het moment dat we zoiets nog een keer zouden gaan doen. Termen van waarden die er nou uitkomen, hoe kijk je daar tegenaan? Zijn dat waarden die je verwacht of valt het op dat er veel hoger of veel lagere uitstoot is? Nou, dat is wat Ilona zei. Hè. We hebben een aantal platforms gezien waarbij de operator dus eigenlijk meer opgeeft dan wat TNO in de praktijk heeft gemeten. Er zijn ook een aantal platforms waar het net andersom is. In sommige gevallen konden we dat dus heel goed verklaren door het feit dat er hittebronnen waren die het emissiepatroon als het ware verstoren. Mm-hmm. Dat is een van die leerpunten. Maar als je door je oogharen heen kijkt en je kijkt naar de projectie van de meetwaarde in het rapport, dan doet de industrie dat helemaal zo gek nog niet. Oké. Nou begreep ik uit een van de presentaties dat de industrie alweer met een verbeterslag bezig is en dat er een convenant is gesloten. Hoe zit dat? Ja, dat is dus vers 2. Hè. Meten is één ding. Dat doe je om vast te stellen wat is de omvang van mijn probleem en heb ik dat goed in beeld. Het tweede is, wat ga je vervolgens doen aan die emissies? Wij hebben afgelopen maand, augustus, hebben wij een convenant gesloten met de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes. Mm-hmm. En daarin hebben wij gezegd, wij gaan onze emissies, methaanemissies van onze offshore installaties tussen 2018 en 2020 met 50% verminderen. Dus van 8500 ton naar 4200 ton eind 2021. Okay. Dus we hebben een heel programma daarvoor uitgevoerd. We hebben een groot aantal maatregelen geïdentificeerd hoe we dat gaan bereiken. En dat hebben we gedaan door te kijken wat zijn nou de meest effectieve methoden die je kan toepassen om methaanemissies te verminderen. Mm-hmm. Dus focus op de grote bronnen en daar waar je dus het beste resultaat kunt neerzetten in een poging om de emissies zo ver mogelijk naar beneden te krijgen. En daar helpt dit rapport natuurlijk weer bij om te zien waar grote bronnen zitten. Ja, zeker. Zeker, want het rapport bevestigt wel het beeld wat wij hadden over waar zitten nou de grote bronnen van methaanemissies. Met andere woorden ook, waar zou ik mijn maatregelen moeten treffen om die te kunnen reduceren. Ja, oké. Okay. En dan zei je van 2018 tot 2020, dus dan zitten we al halverwege die periode. Zeker. Beetje op schema? Ja. Ja, we hebben gezien dat de operators, die rapporteren elk jaar hun emissies. Ja. En we hebben gezien dat ze vorig jaar al een forse emissiereductie hebben gehaald door de maatregelen die ze in 2018 hebben uitgevoerd. En dat gaat verder in 2019 en 2020. Oké, dus die reductie zoals je in het convenant hebt afgesproken, dat ga je wel halen? Nou ja, goed, dat moet nog bewezen worden, maar ze liggen zeker op schema om die reductie te gaan halen. Dus ik ga ervan uit dat gaat lukken. Oké, okay, dat is mooi. Ilona, er waren een aantal workshops vandaag of presentaties met verschillende partijen. Wat heb je daar nog uit geleerd? Ja, dat het ook heel belangrijk is om niet alleen de horizontale, de breedte van de pluim te weten, maar ook de hoogte. En dat werd dus bevestigd met de vliegtuig en de droneweten. Oké. Okay. Dus dat is een goede aanvulling. En deze samenwerking van de verschillende methoden, die gaan we ook volgende maand toepassen in Roemenië. Oké.
Oké, het vervolgproject, daar moet... Ja, dat is dan wel natuurlijk op land. Oké, ja. Dus dan kunnen we in ieder geval gewoon onze vertrouwde methodes gebruiken. Ja. Maar dan heb je dus niet alleen grondmetingen, maar ook dronemetingen en vliegtuigmetingen. Om dus echt een combinatie te maken en een totaalplaatje te kunnen weergeven. Fantastisch, kijk er naar uit.